Ik kreeg naar aanleiding van de preek van de afgelopen zondag, toen ik gesproken heb over Jezus het Lam, van Marna een mail en die had een vraag. En die schreef me, Mieltje sprak vanochtend in de preek over de volheid van tijden. Pas daarna stuurde God Jezus als mens naar de aarde. En Marna had een vraag over die volheid van tijden. Ik had dan namelijk in die preek had ik genoemd, in Galaten 4, vers 4 en 5, waarin staat, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En wat is nu die volheid van tijd? En ik wil me vanavond met jullie wil ik enkele profetieën lezen die gaan over die volheid van de tijd. En ik ben natuurlijk zelf met die hele preek de hele week al bezig geweest en ik was ontzettend onder de indruk van Gods woord. En ik bid dat we echt door de teksten die ik zo lees met jullie, dat we echt tot aanbidding komen. Dat we echt vervuld zullen zijn van die diepe genade van Gods woord, waarin eigenlijk waarin het sterven en het lijden van Jezus zo tot heel nauwkeurig werd beschreven in de profetieën. En na die preek en de overdenking is eigenlijk ook gelegenheid om samen echt in een stil gebed of in een hardop gebed, in eigen woorden, om samen te bidden. En daarna zullen we samen het avondmaal vieren. Maar ik wil eerst met jullie, als je een Bijbel bij je hebt, Johannes 19, wil ik heel graag met jullie lezen. Een gedeelte van het lijdensverhaal. Johannes 19, ik begin best bij vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat één deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad en bovenaf als één geheel geweven. Zij zeiden tegen elkaar, laten we dat niet scheuren, maar laten we erom loten over wie het zal zijn. Voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zal worden dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen hij Jezus zijn moeder zag en de discipelen die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles verbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht, en hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak hem met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt daarvan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Vader,
We willen zo uw woord openen en ik wil u zo bidden, zoals we dat ook op zondag doen, dat u ons hart opent. Dat we onder de indruk komen van hoe gedetailleerd dit alles zo beschreven is en ook in de profetieën werden voorzegd. Zodat we herkennen en erkennen dat Jezus echt het Lam van God is. Dat Jezus de verwachte Messias is. Dat Jezus daadwerkelijk, Jesaja 53, zoals beschreven, de leidende dienstknecht is. We bidden dat u onze hart wilt vervullen, zodat we daarin echt u naderen en bij u tot u mogen aanbidden. In Jezus' naam. Amen. Het is zo bijzonder dat als je dit gedeelte leest in Johannes 19, dat er zo vaak staat dat het schriftwoord vervuld zou worden. En de vraag is die ik me gesteld heb, van hoe weten we nu dat hij de verlosser is? Afgezien zeg maar, dat we zondag de opstanding vieren, is het heel bijzonder dat dit schriftgedeelte eigenlijk andere dingen openbaart. Waarom weten we nu dat hij de verlosser is? Terwijl de Joden, waaruit Jezus geboren is, en we afgelopen zondag ook hebben gezien dat hij het Lam van God is om Israël te verlossen, dat zij hem niet herkennen en erkennen. Waarom wij dan wel? Waarom vieren wij Goede Vrijdag en Pasen? En op grond waarvan aanbidden we de Heer Jezus als de beloofde Messias? Door het geloof natuurlijk, dat God ons geschonken heeft. Maar de tekst die ik met u vanavond wil lezen en zal lezen, dat zal uw geloof ontzettend diep bouwen. Zal het ontzettend verdiepen. Want zoals Johannes schrijft, want deze dingen zijn geschied opdat het schriftwoord vervuld wordt. En waar doelt Johannes dan op? In de Bijbel staan tientallen voorspellingen over de toekomst. Eigenlijk voorspellingen, profetieën die precies eigenlijk uitkomen. Waarbij eigenlijk als je leest, en dat zal ik u zo dadelijk ook laten zien, tekst voor tekst, dan is toeval compleet uitgesloten. Is gewoon uitgesloten. De Heer heeft deze profetieën gegeven om die doelbewust te gebruiken, omdat dat hij wist van het ongeloof van zijn eigen volk en het ongeloof van de heidenen, zoals wij dat zijn, de niet-Joden. In Jesaja 48, vers 4 en 5, daar staat, omdat ik wist, zegt de Heere God, dat u hard bent, een nek van ijzeren pees is en uw voorhoofd van brons, daarom heb ik het u van oudsher verkondigd. Voordat het kwam, heb ik het u doen horen. Anders zou u zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden. God geeft hier eigenlijk al aan dat hij veel dingen laat opschrijven dat ze zouden gaan gebeuren. Jesaja 46, vers 10, daar staat dan, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen daarin doen. En dat zie je, datgene wat in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is, dat het niet voor andere uitleg vatbaar is. Ik heb in deze voorbereiding heb ik gelezen dat in het Oude Testament 300 profetieën staan over het leven van de Heer Jezus, waarvan de meeste zijn al uitgekomen. En er zullen nog andere profetieën bij zijn wederkomst echt nog uitkomen. Maar rondom zijn sterven en rondom zijn opstanding werden ontzettend veel gedetailleerde profetieën gedaan. En dan zie je eigenlijk tot in de detail dat het alleen maar kan omdat ze vanuit God en door God dat in zijn raadsbesluit is.
En zoals ik al zei, ik heb de profetieën uitgekozen die rondom het sterven van Christus worden geprofeteerd. Ik laat u op het laatst een samenstelling zien, maar ik beperk me nu op het moment tot het lijdensverhaal. En de meeste hebben we daarvan in Johannes gelezen. Het allereerste wat eigenlijk heel typisch is, is hij wordt de volgende, hij wordt bespuugd en geslagen. Het bijzondere is dat Jesaja 50 vers 16, en ik heb daar voor u de jaartallen voor gezet, bijgezet, dat in 710 voor Christus schreef Jesaja het volgende op. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. We weten dat de Heer Jezus echt gegeeseld is. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Matthäus 26, vers 67 is de vervulling van deze profetie. Toen spuwden zij zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. Gedood door kruisiging. Psalm 22, vers 15 tot 17, daar schrijft David: als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Als je hangt aan het kruis, worden de beenderen compleet ontwricht. Mijn hart is als was, je stikt eigenlijk op het kruis. En het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn heupen. U legt mij in de stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft me omgeven. En dan staat er, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Op Golgotha staat het volgende, Matthäus 27, vers 3 tot 35. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, geven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, omdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze lot geworpen. Ik wil hier even kort bij stilstaan. Psalm 22, daar geeft David een ontzettend gedetailleerde beschrijving van de kruisiging. En kruisiging kende Israël niet. Ik weet niet of u dat beseft. Toen David dat opschreef, was de doodstraf in de wet steniging, geen kruisiging. En toch was ook al in Deuteronomium 21 beschreven dat de gehangene, iemand die aan een paal werd gehangen, dat die vervloekt was. Deuteronomium 21, vers 23 zegt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar u moet hem beslist diezelfde nog begraven. Een gevangene is namelijk door God vervloekt. Pas toen de Romeinen het land bezetten, kwam de doodstraf door kruisiging. Het is daarom zo verschrikkelijk dat de Joden riepen, niet stenig hem, maar riepen wat eigenlijk onder de Joodse wetgeving de doodstraf zou zijn, maar dat ze riepen, kruisig hem. We zien ook bij Stefanus dat hij de doodstraf eigenlijk krijgt en dat hij gestenigd wordt. Het is eigenlijk zo bijzonder als je het hebt over de volheid van de tijd, dat het moment er is dat Jezus gekruisigd is, dan 70 jaar later, dan in het jaar 70, wordt eigenlijk Jeruzalem compleet vernietigd. In het jaar 100 mag geen enkele Jood meer in Jeruzalem zijn. Dus als je het hebt over een tijdstip waarin kruisiging is, is het op dat moment als de Romeinen het land bezetten. Indrukwekkend is dat Psalm 22 1000 jaar voor Christus geschreven is, tot in het detail. Het is heel bijzonder dat je dus eigenlijk ziet, Psalm 69, vers 22. Daar staat azijn te drinken, leste mijn dorst met azijn. Matthäus 27, vers 48, wat we ook in Johannes hebben gelezen. Meteen
kwam er uit het midden iemand toegesneld die een spons pakte en water met azijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De kleren werden verdubbeld. Psalm 22, vers 19. 1000 jaar voor Christus geschreven. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen lot om mijn gewaad. Johannes 19, wat we gelezen hebben. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad. Vanaf bovenaf als 1 geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij het niet scheuren, maar laten wij erom loten, voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. Dit hebben de soldaten gedaan. Dat is een detail wat daarbij staat. Dit hebben de soldaten gedaan. Dat waren de Romeinse soldaten die geen enkele weet hadden wat in Psalm 22, vers 19 geschreven stond. Geen been gebroken. Numeri 9, vers 12. Ze mogen er niets van overlaten blijven tot de volgende morgen. En mogen er geen been van breken. Volgens alle verordeningen voor de Pascha moeten zij het houden. Johannes 19, vers 33 en 36, 33 lees ik erbij. Maar toen zij bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al gestorven was. Braken zij zijn benen niet. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schrift vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. Ik denk dat ze eeuwenlang hebben ze zich afgevraagd waarom dit gebod van het niet breken van het beet van het Pascha, waarom dat was. Want bij de gewone lammeren, als er gewone offers werden gebracht, was dat gebod er niet. Pas nadat Jezus gestorven is en deze passage wordt opgetekend, is duidelijk dat dat een profetie was en dat er geen been gebroken mag worden. Jezus zou het schaduwbeeld zijn van dit lam. Doorstoken. Jesaja 53, vers 9. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Johannes 19, vers 34 en 37. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En verder zegt een ander schriftwoord, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat is een profetie die dan nog staat, die nog vervuld zal gaan worden als velen uit Israël Christus zullen erkennen als hun Heer en Messias. En dat ze dan zien wie ze doorstoken hebben. Gedood voor onze zonde. Jesaja 53, vers 5 en 9. Maar hij is op onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezen geworden. En 1 Petrus 2, vers 22 en 25 zegt, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog bevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet teruggeschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik heb nog 2 profetieën. De ene is begraven bij de rijken. Jesaja 53, vers 9 zegt, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. En ik ben zo onder de indruk van 2 mannen, dat is Jozef van Arimathea en Nicodemus, die gaan namelijk naar Pilatus om het lichaam van Jezus van het kruis te mogen afhalen. En deze Jozef van Arimathea, daar staat, hij was een rijke man. Dan staat er in Matthäus 27, vers 57 tot 60, en Jozef, zoals ik zei, vers 57 zegt,
dit was een rijke man, nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuw graf. Hij had het graf van zichzelf gemaakt, dat hij in de rots uitgehakt had. Het was het graf van een rijke. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Ik heb ook een tekst uit de opstanding van de doden. Psalm 16, vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u de heilige ontbinding ziet. Dat uw heilige ontbinding ziet. Matthäus 28, vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Ik ben zo onder de indruk. Ik heb een laatste sheet. Dat is zeg maar waar ik het in samengevat heb. Met de jaartallen. Bespuugd en geslagen. In Jesaja 50, vers 6. 710 jaar voor Christus. In het Nieuwe Testament vervuld in Matthäus 26. Gedood door kruisiging. Psalm 22, vers 2 tot en met 19. 1000 jaar voor Christus geprofeteerd. Terwijl ik denk niet dat David wist dat er een kruisdood zou zijn. Matthäus 27, vers 33 tot 50. Vervuld. Azijn tot in het detail. Azijn te drinken. Psalm 69, vers 22. 1000 jaar voor Christus geprofeteerd. Matthäus 27 is de vervulling. Zijn kleren worden verdobbeld door heidenen. Psalm 22, vers 19. 1000 jaar voor Christus geprofeteerd. In Johannes 19 vervuld. Geen been gebroken. Nummer 9, vers 12. 1440 jaar voor Christus opgeschreven. In Johannes 19 vervuld. Doorstoken. Jesaja 53. 710 jaar voor Christus. Gedood voor onze zonden. Begraven bij de rijken. Weet je, door deze teksten zou je eigenlijk verwachten dat mensen echt tot geloof komen. Als je de Bijbel onderzoekt, dat je denkt, dit kan gewoon niet anders als de Christus zijn. Als degene die daar in het Oude Testament geprofeteerd is, dat hij komt. En het is zo bijzonder dat u en ik, en zoals we hier zo zitten, echt die openbaring mogen hebben dat Jezus daadwerkelijk het Lam van God is. Maar ik ben zelf, werd ik zo ontzettend gezegend door deze week, door het samen zeg maar uit te zoeken en een beetje uit te puzzelen. En ik heb een samenvatting gemaakt, want je kunt er enkele uren over spreken. Zoals ik al zei, 300 profetieën zijn er in het Oude Testament. En de meeste zijn echt vervuld in het Nieuwe Testament. Door de kruisdood en door de opstanding en door het leven en waar hij geboren werd. En dat er een kindermoord zou zijn. Al deze dingen, welke naam dat hij zou krijgen. Al deze dingen staan in het Oude Testament. Zodat we weten, hij is de Messias.